Hallo iedereen, ik hoop dat alles goed gaat. We zijn vandaag terug met het onderwerp waar liefhebbers van koffie blij van zullen worden. We gaan de 7 beste slimme koffiezetapparaten ontdekken die op Amazon verkrijgbaar zijn. Maar voordat u uw dosis cafeïne krijgt, moet u niet vergeten om u op het kanaal te abonneren en op de notificatiebel te klikken, zodat u een volgende dosis high-tech niet mist. Laten we beginnen. Laten we eens kijken naar de 7 beste slimme koffiezetapparaten die op dit moment op Amazon verkrijgbaar zijn. De Sage Bambino Plus Espresso Machine is ontworpen met het eigen verwarmingssysteem van het merk. De Thermojet is krachtig en maakt het mogelijk om het water in een gesloten circuit in slechts 3 seconden te verwarmen. Natuurlijk is het koffiezetapparaat voorzien van een roestvrij stalen uitvoering. Het duurt ongeveer 2 minuten voordat alle onderdelen die met de koffie in aanraking komen de optimale temperatuur hebben bereikt. Sage is een merk dat bekend staat om de kwaliteit van zijn producten en de vele accessoires die het biedt. De Bambino Plus is duidelijk geen uitzondering. De machine wordt geleverd met een aangepaste temper, een exclusieve maalverdeler en diverse onderhoudstoebehoren, waaronder een blindfilter en een melkkan. Sage is ook bekend om zijn innovaties en de Bambino Plus profiteert van één daarvan, de automatische melkopschuimer. Met het roestvrij stalen melkkannetje dat bij de machine geleverd wordt, is het mogelijk om de melk vlot te laten opschuimen. Op de lekbak zit een sensor die de temperatuur van het kannetje registreert, zodat de melk al zijn voedingsstoffen behoudt. U zult de temperatuur van uw keuze kunnen kiezen, evenals de textuur van het schuim. De onderdelen in de Nespresso Virtuo Next zijn veel kleiner dan die van de eerste versie. Het neemt dus veel minder plaats in op uw werkblad. Het ontwerp en de afwerking zijn verfijnder dan die van zijn voorganger. De zwarte, glanzende plastic behuizing laat geen vingerafdrukken achter. Bovendien is dit plastic gemaakt van gerecycled materiaal, een primeur voor Nespresso. Er is ook één enkele fysische knop waarmee de bereiding gestart kan worden. De capsules die bestemd zijn voor het virtual gamma zijn voorzien van een streepjescode, waarmee de extractieinstellingen geautomatiseerd kunnen worden. Zodra de capsule geplaatst is, past de machine automatisch het watervolume, de temperatuur, de stroomsnelheid van het water, de zettijd en ook de snelheid waarmee de capsule ronddraait aan. Het uitwerpsysteem van de capsule is ook zeer ingenieus. Wanneer u het deksel van het apparaat ontgrendelt, komt het automatisch omhoog, waardoor de capsule in het afvalbakje wordt uitgeworpen. De Virtuo Next is zeer gemakkelijk te onderhouden. Als het een beetje ontkalkt moet worden, ligt de enige knop op het paneel oranje op. De ontkalkingsstand heeft ongeveer 20 minuten nodig om het werk te doen. Dit koffiezetapparaat is zeer efficiënt. Het heeft een druk van 15 bar en een vermogen van 1350 watt. Hij is ook geschikt voor gemalen koffie en pads. Hij heeft ook een cappuccino-functie en een antidrupsysteem waarmee u koffie kunt schenken terwijl de machine draait. U vindt er ook een thermoblok verwarmingssysteem en een uitneembare bekerhouder. Het is een product dat tijdens het gebruik een zekere veiligheid biedt. Het heeft een anti-slip oppervlak. Hij heeft ook een waterstopfunctie waarmee u de grootte van uw drankje kunt aanpassen. Met zijn stoomhendel en 3 filters kunt u er zeker van zijn dat uw koffie niet alleen lekker, maar ook verfijnd is. Dit alles is verpakt in een luxueus en elegant en robuust ontwerp. Deze espresso-molen van De'Longhi is gemakkelijk in het gebruik, ziet er goed uit, biedt een breed scala aan dranken en verschillende gebruiksprofielen en zal het hele gezin plezieren. Bovendien zullen koffieliefhebbers die op zoek zijn naar de perfecte extractie van smaken niet achterblijven, dankzij de nieuwe Bean Adapt Technology.
Het bonenreservoir kan tot 500 gram koffie bevatten en het waterreservoir 2,2 liter. Het koffiedikbakje kan tot 14 kopjes koffiedik bevatten. Dit betekent dat de machine lange tijd gebruikt kan worden. Deze machine heeft ook een moderne uitstraling dankzij de roestvrijstalen strips aan de voorkant. Het bonendeksel met spiegeleffect geeft het een verfijnd design. Het grote TFT-kleurendisplay met touchscreen speelt een belangrijke rol in het moderne ontwerp en maakt het toestel gebruiksvriendelijk. Alle bedieningsknoppen zijn vanaf dit scherm beschikbaar, zodat u uw drankjes kunt aanpassen. Zo intuïtief als het scherm van een smartphone kunt u door een groot aantal receptkeuzes schuiven. Ten slotte nog even terug naar de BeanAdapt. Uw koffiezetapparaat is via de wifi verbonden met uw Koffielink toepassing. U kunt er het soort koffie, de brandingsgraad en de herkomst mee aangeven. Op basis van deze informatie zal het apparaat zich automatisch instellen met optimale instellingen om een maximale smaak te krijgen. De Oracle Touch is een automatische machine van de nieuwe generatie. Het is in staat om koffie van professionele kwaliteit rechtstreeks bij u thuis te leveren. Sleep en kies uw drankje uit het menu van uw 5 favoriete koffiesoorten. U kunt ook uw eigen koffie maken en aanpassen om te genieten van een authentieke koffie van professionele kwaliteit. Alles volledig geautomatiseerd. Het geautomatiseerde touchscreen vereenvoudigt het zetten van uw koffie in 3 stappen. Malen, zetten en melk. U kunt de sterkte van uw koffie, de textuur van de melk of de temperatuur gemakkelijk aanpassen aan uw voorkeuren. De geïntegreerde konische molen maalt, doseert en verpakt automatisch 22 gram koffie voor een dubbel shot. Net als professionele machines. De Oracle Touch maakt gebruik van digitale temperatuurregelingstechnologie. Om ervoor te zorgen dat de temperatuur optimaal is. De combinatie van de 2 roestvrijstalen boilers en de verwarmingsunit zorgen voor water op de juiste temperatuur. Ten slotte wordt de Oracle Touch geleverd met een aantal accessoires, zoals een mini spent grindbakje, roestvrijstalen filterhouder, filtermandje, 2 kopjes, opschuimkan, reinigingsset en waterfilter. Het design van de Melita Caffeo CI overtuigt met een elegant roestvrijstalen front en zwarte bedieningsknoppen. Het geheel is zowel eenvoudig als tijdloos. De Melita-machine is volautomatisch en heeft een modern, gemakkelijk af te lezen display. Als we kijken naar de afmetingen is het een vrij groot toestel dat het best geschikt is voor grote keukens. Het merendeel van de verschillende functies wordt bediend via het non-touch LCD-scherm. De bediening via knoppen en draaischakelaars is echter eenvoudig en intuïtief. Aanpasbare profielen kunnen gebruikt worden om gemakkelijk gewenste voorinstellingen op te slaan en ze zo nodig een andere naam te geven. Handig is ook de one-touch-functie van de Melita Caffeo CI, waarmee u met 1 druk op de knop uw eigen koffie kunt zetten. De roestvrijstalen kegelvormige molen van de Melita Caffeo CI heeft in totaal 4 basisinstellingen. Het geheel is verrassend stil in vergelijking met de modellen van andere fabrikanten en werkt perfect. Ten slotte is er een automatische melkopschuimer geïnstalleerd in de Melita Caffeo CI. Dit kan met 1 druk op de knop geactiveerd worden. Het systeem is in staat om 2 drankjes tegelijk te bereiden. De koffiemachine heeft een modern en optisch aantrekkelijk ontwerp. Met een voorpaneel van gesatineerd roestvrij staal en de keuze uit een helder rode of klassiek zwarte afwerking. Zijn afmetingen zijn vrij compact en zijn gewicht van 4,5 kilo getuigt van een zekere stevigheid. Met deze machine kunt u een zachte espresso maken dankzij de filterhouder onder druk en een pomp van 15 bar. Het reservoir van 1 liter kan gemakkelijk van bovenaf worden verwijderd om het snel te vullen. Terwijl u met de bijgeleverde doseerder en stamper de juiste hoeveelheid gemalen koffie erin kunt doen.
Met de melkopschuimer van Roestvrij Staal kunt u water doseren om thee en kruidenthee te maken of in enkele seconden cappuccino of latte macchiato. Laten we het tenslotte nog even hebben over het kleine minpuntje ervan. Dit is de tijd die de machine nodig heeft om de juiste temperatuur te bereiken. De warmhoudplaat is inderdaad een beetje traag en u zult 9 of 10 minuten moeten wachten. Dat is het mensen, dat was het voor vandaag. Als u de video leuk vond, aarzel dan niet om hem te liken. Voordat u gaat, vergeet u niet te abonneren en op de notificatiebel te klikken, zodat u het volgende nieuws niet mist. Wat mij betreft zie ik u binnenkort voor nieuwe high-tech ontdekkingen. Pas goed op uzelf en tot ziens.